Tijdens de eerste competitieweek leverde een hele mooie resultaat op. Hele mooie reacties ook van de buitenwereld. Twee wedstrijden nu. En ja, beide benen op de grond, of is dat te makkelijk? Nee, nou, dat klopt inderdaad. Van anderhalf wedstrijd, hè, vorige week in de rust van subtoppen naar gewoon weer normaal degradatiekandidaat. En dat is heel hard. Zeker als je tegen ploegen verliest die je concurrenten zijn. Dus dat baart natuurlijk wel enige zorg aan de kant. Ja. Is het misschien ook niet verrassend. Als je heel veel positiviteit hebt, dan ga je er misschien toch in geloven dat je wat beter bent dan we daadwerkelijk zijn. Nou, we zijn gewoon degradatiekandidaat en we gaan ons gewoon handhaven. En dat is minimaal 15 plek halen. Ja, die verhalen kunnen ertoe leiden dat je inderdaad gaat denken dat je beter bent dan je misschien bent. Is het dat het lastigste om dan te managen op zo'n moment? Ja, hoe hoger de verwachtingen, hoe eerder het tegenvalt. Nou ben ik altijd wel vrij vlak daarin, dus ik ga ook niet in de lamp hangen als er subtop staan. Natuurlijk is het mooi, maar ik weet ook wel, ook realist, dat niet reëel is natuurlijk. Maar dat is met heel het leven, hoe hoger de verwachtingen zijn, hoe eerder het tegenvalt. Ja, deze twee weken zijn natuurlijk heel teleurstellend. Ja, en halverwege leek eigenlijk nog niet eens zo heel veel aan de hand. Nee, hetzelfde als vorige week. Dus dat is vreemd, dat we het uitgebreid over gehad. En nu was het de tweede helft eigenlijk nog slechter dan vorige week. De tweede helft, nu hadden we echt niks meer te vertellen. Laten we ons aftroeven. We gingen hoog druk zetten, wat op de linie spelen. Ja, elke voorzet was gevaarlijk. Waar we best wel allemaal behoorlijk sterk in zijn, kopsterk. Ja, ook dat was helemaal weg. Dus dat zijn wel hele rare, vreemde dingen. Ja, en in de eerste weken kon je vaak met de wissels nog iets doen, maar ook dat lukt dan ineens niet meer, hè? Nee, klopt. Er stond 3-dubbele wissel klaar en we hadden 3-1. Dus dat heb je dan ook allemaal. Het maakte geen verschil wat we ook deden. Nog een keer met Richie erbij. Nou, dat haalde allemaal niks uit. En wat is dan de verklaring voor dit? Is dat gewoon één tegenslagje die dan toch een soort mentaal doorwerkt? Ja, is moeilijk te zeggen. Als het net even niet klopt, net niet goed genoeg is, ja, dan kan je op dit niveau van iedereen verliezen. We hebben ook bewezen dat we van heel veel ploegen kunnen winnen. En dat zal ook in de toekomst zo zijn. We moeten alles top hebben, voor elkaar hebben. En willen we resultaat halen. En dat realiseer me. Ik roep altijd van hoe duur overwinningen zijn in de Eredivisie. Nou, dat is vandaag maar weer eens gebleken. Ja, dan staat er midweeks een bekerwedstrijd op het programma. Is dat dan lekker of ook misschien vervelend? Nou, ook wel weer lekker om snel te voetballen. En ik ben altijd wel fan van de beker ook. Ik vind het gewoon een heel mooi toernooi. En daar moeten we ons ook goed voor de dag komen. Dus we gaan daar ons inderdaad eerst morgen even terugblikken op dit. En vanaf dinsdag is het vizier op Den Bosch.